Monteer de boor. Houd met een hand de spanring vast en met de andere hand de boorhouder. Zet met een korte krachtige draai de boor vast. Plaats het materiaal correct in de spanschroef. Ontgrendel de boortafel achteraan de machine. Zet de boortafel zo dat het werkstuk op de juiste plaats en hoogte staat. Vergrendel daarna de boortafel achteraan de machine. Zet de koelvloeistof binnen handbereik. Bereken het Toerental volgens de diameter van de boor en de snijsnelheid van het materiaal met de formule. Open de aandrijfkast. Ontgrendel de motor. Kijk op de tabel op welke riemschijven de riem moet. De snelheid moet zo dicht mogelijk bij het berekende toerental liggen, rondaf naar beneden. Zorg ervoor dat de riem goed in de riemschijven ligt. Duw met de duim op de aandrijfmotor. Voel of de riem goed gespannen is. Vergrendel de aandrijfmotor. Sluit de aandrijfkast. Zet de schakelaar in de juiste stand.